Martin hier heeft een hele fancy-smancy controller in zijn handen. Ja. Wat is dat ding en waarom is hij zo vet? Nou, dit is dus de Nixie Wizard en het heeft, zoals je ziet, de GameCube layout. En die klik je gewoon op je Nintendo Switch en misschien nog wel het fijnste is, en daarom heb ik dit ook gewoon gekocht. Het maakt gebruik van de Hall Effect techniek, oftewel, doei, stick drift. Dit is de Nixie Wizard controller voor de Nintendo Switch. In de vorm van een GameCube controller die je ook als Joy-Con kan gebruiken. De controller gebruikt de Hall Effect techniek om stickdrift te voorkomen. En naast de reguliere knoppen heeft de Nixie Wizard ook twee turboknoppen, twee instant triggers en er zijn er ook nog andere knoppen die je kunt mappen. Verder heeft de Wizard aanpasbare joystick ringen en is de rumble aan te passen naar 5 verschillende niveaus. De Nixie Wizard weegt 248 gram en kost 70 euro. Dit klinkt wel echt fantastisch. Ja. En hij ziet er ook fantastisch uit. Ja. Nou ja, ik had zoiets van, oké, ik had er dus een thuis. Mijn kids maken veel gebruik van die Nintendo Switch. En als je die normale Joy-Con hier hebt, dat zijn kleine dingetjes, maar vooral het stickje is fragiel. En de Nintendo Switch staat er helaas ook een beetje onbekend dat die Joy-Con nog wel snel last krijgen van het zogenaamde stick drift. Ofwel het personage in een game loopt automatisch een kant op zonder dat je de stick aanraakt. En dat komt omdat het werkt met de techniek. Er zit een sensor in en dat schuurt over een metalen vlakje. En dat kan gaan slijten, maar er kan ook gewoon vuil tussen komen. Stof, of misschien zit iemand wel zijn crackertje te eten terwijl die lekker aan het gamen is. En dan, dan raken die sensoren elkaar niet meer goed aan. En dan kan het dus gebeuren dat je last krijgt van stickdrift. Nu heeft Nintendo hier een reparatieprogramma voor, dan ben je je Joy-Con 2 weken kwijt. Oftewel, allemaal niet fijn. Dus ik had zoiets van, ik heb nu stickdrift in mijn Joy-Con. Ik wil wel een nieuwe Joy-Con hebben, maar ik vond de GameCube-controller vroeger ook altijd wel heel fijn. Dus ik ga die gewoon proberen. Het kost 70 euro, even duur als verse Joy-Con. Dus het was wel een poging waard en hier zijn ze. Oké. Laten we het even bespreken in 3 verschillende onderdelen. 1. Design. 2. Functionaliteiten. En 3. Algemeen comfort. Hoeveel tijd hebben we voor design? Design? Nou, daar zijn we heel snel uit, denk ik. 1 minuut. Oké, nou hij is blauw. Hij is blauw. Het is een GameCube-controller. Ja, nee, vet toch? GameCube is voor veel mensen hun favoriete controller ever and ever. En wat het bedrijf Nixie heeft gedaan, die heeft die controller gepakt. En zij hadden zoiets van, oké, laten we daar Joy-Con van maken. Zodat, als je dit zo vast hebt, dan is het wel een fijn klein consoletje nu. Maar als je die erop zet, heb je echt wel fijne controllers in je handen. En het design, ik vind het wel vet hoor. Het is gewoon lekker nostalgie. Je krijgt deze er ook bij. Als je het helemaal af wilt maken, dan heb je ook die achthoekjes erbij. Ja. Je kan die vervangen voor rondjes, als je gewoon shootertjes wil spelen, dat soort dingen. Maar als we kijken naar design, ik krijg hier wel ik krijg het hier wel warm van. Ik vind het wel fijn. Ik vind het top. Oké. Nou, dan gaan we door naar de functionaliteiten, Martin. Ja, qua functionaliteiten, daar hebben we misschien wel 1 minuutje. 1 minuutje? We doen 1 minuutje. 1 minuut? Ja, dat redden we wel. Nou, 1,5 minuut, want ik heb wel wat vragen. Oké, nou let's go. 1,5 minuut voor de functionaliteit. Je kan hem zo gebruiken als een normale controller. Kan je hem gewoon linken aan je Switch natuurlijk. Maar je kan dus ook dat middelstukje eraf halen. En dan klik je ze zo, hartstikke idee, op je Nintendo Switch. En dan heb je dus een flinke Switch in 1 keer. Lijkt een beetje op een Steam Deck misschien wel. En voor mensen met een case, dat wordt lastig natuurlijk. Daar past het niet meer in. Dus je hebt wel een flinke unit in je handen. En je ziet hier al, zitten allemaal extra knoppen op. Dit is een turbo knop. Ja. Die kan je mappen aan. Van vroeger, dat is eigenlijk een beetje old school, hè? Ja, echt. Maar het is ook waarom mensen het gebruiken, ik weet niet. Ik had het laatst per ongeluk aangezet en ik wist niet dat het aanstond. Zoontje in paniek, want Mario was vanzelf aan het springen. Dat kan je dus doen. Je kan bijvoorbeeld die turboknop map aan A, dat die alleen maar A blijft spammen. En dat is handig als je bijvoorbeeld een shooter speelt waarvan je wil dat die automatisch blijft schieten. Ja. Dan snap ik het, maar voor de rest, dat had voor mij niet gehoeven. Maar hey, je hoeft het niet aan te zetten. Maar je kan hem dus ook per ongeluk mappen en dan zit je dus met zo'n probleem. Ja, dan zit je dus te zoeken onder welke knop je zit en hoe je het weer uit gaat krijgen. Dus dat. Er zit ook hier een extra knop aan de achterkant, hier ook. Ja. Oftewel back buttons, die kan je ook weer mappen met de optieknop. Dan kan je zeggen van, hey, die back button die wil ik koppelen aan de i-knop. Of wat je zelf wil. Dus dat zijn eigenlijk de extra functionaliteiten die deze
GameCube-achtige Joy-Con heeft. Ze zijn op te laden met een USB-C kabeltje, zie ik. Ja. Dat is natuurlijk wel wat anders dan een Joy-Con. Ja, die moet je echt aan je console klikken. Maar je moet ze wel beide tegelijkertijd opladen. Ja. Dus dan moet je ze wel twee kabeltjes erin doen. Terwijl je er maar eentje bij krijgt. Ja. Dat is raar, hè? Dat is wel raar, ja. Oké, okay. Maar er zitten dus best wel wat functionaliteiten op voor de prijs, denk ik. Ja. We gaan door naar het algemeen comfort. Houd vast. Kan je het voelen? Dit is een van de dingen die mij het meest irriteert aan de Nintendo Switch. Je krijgt een soort van... kramp van in je klauwen, ja. Als je er alleen naar kijkt. Ja, dus hij voelt wel echt veel meer als er iets fijns om vast te houden. Dus dat vind ik wel fijn. Vind je het zelf ook prettig? Je hebt er nu zelf wat vaker mee gespeeld. Het houdt echt heerlijk vast. Ik heb hetzelfde met jou. Hier zit je toch een beetje verkrampt te spelen. En dit houdt gewoon als een volwaardige controle. Hou je ook gewoon in handheld mode nu je Switch vast. Nadelen daarvan wel zijn dus moeilijk mee te nemen. Als je dus onderweg gaat gamen. Je neemt wel echt een unit mee. En that's it. That's it. Dat is het nadeel. Eigenlijk heel veel voordelen. Ja. En weinig nadelen. Ja, maar we hebben het nog ineens over het belangrijkste voordeel gehad. De Hall-effect techniek waar het gebruik van maakt. Oftewel, deze kan nog wel snel last van stickdrift. Een groot probleem bij de Joy-Con controllers. En deze, de sensoren raken elkaar niet aan. Maar het werkt met magneten, dus die zweven eroverheen. Dus je zou geen last moeten krijgen van slijtage. En dus ook minder snel kans op stickdrift. Oké, okay, dus deze is eigenlijk anti-stickdrift. Ja. Dus normaal dan heb je niet dat magnetische veld en dan kan er inderdaad vuil tussen zitten en dat soort dingen. Dat gebeurt nu niet, waardoor je eigenlijk nooit automatisch naar rechts of naar links gaat. Exact. En dit zou eigenlijk de standaard moeten zijn voor elke controller die nu uitkomt. Ja, waarom is dat eigenlijk? Ik heb geen idee. Ze zijn vast contracten met de leverancier van de standaard stickjes. Dus dit is eigenlijk de perfecte controller? Nou ja, dat zou je zeggen. De Hall Effect is heel vet, design is heel vet, comfort is heel vet. Ik vind alleen de knoppen. Ja? Die vind ze hier. Zag je wat hij bleef een beetje hangen. Hij bleef een beetje hangen. Ze zijn een beetje mushy of zo. Het is niet echt. De knoppen zijn niet echt lekker. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja. Dus dat vind ik het enige jammer, hè? Want je wil gewoon lekkere klikkende knopjes en hebben. En hetzelfde geldt voor de D-pad. Ja, het is een beetje alsof je op een spons zit te rammen. Dus het heeft heel veel voordelen, maar ook dus dat als nadeel, die knoppen. Dan gaan we door naar het eindoordeel. Ja. Wat geef je hem? Nou, wat denk je wat ik geef? Ja, ik denk toch wel dat je hem een 8,5 geeft. Ja, ik ga je ook, rond op cijfers zitten. Want het is wel een waardige vervanger voor de standaard Joy-Con. Qua comfort is het veel beter. Stevigheid is een stuk beter natuurlijk met die Hall-effect dingen. Alleen die knoppen. Ja. Die knoppen, dat is jammer. De knoppen en de turboknop die af en toe automatisch mapt en dan krijg je in een keer klagende zoontjes. Ja, die heeft niet door wat hij aan het doen is. En dan kan je per ongeluk een knop mappen en dan zit jij te zoeken welke knop die heeft gemapt. Ja. En dan ben je 10 minuten aan het zoeken om die weer te unmappen. Maar voor de rest, fijn. Het is echt een vet ding. Ik ben wel fan. Nou, dat is mooi. Alleen te bestellen, mocht je ook geïnteresseerd zijn bij de mensen van Nixie zelf. Canadees bedrijf, maar het wordt verzonden vanuit China. Oké. Okay. Nou, een 8,5 dus voor deze Nixie Wizard, de GameCube controller voor de Nintendo Switch. Zonder stickdrift. Gegarandeerd. Nou ja, dat durf ik niet te zeggen, maar vooralsnog geen stickdrift. Oké, okay, nou, vet. Mocht jij geïnteresseerd zijn, laat het even weten in de comments. En als je dan toch bezig bent, druk dan even op het duimpje omhoog als je het een leuke video vond. En abonneer op ons kanaal, want dan blijf je op de hoogte van al onze video's.